Denk je dat ik hier zo vrijwillig in mijn onderbroek sta of zo? We komen alleen onze broek branden. Het dommere smoes kun je niet bedenken, of hè? Job en ik hebben ons verloofd. Ach mensen, doe nog eens normaal! Ach Hilde, wat geweldig, wat mooi voor uw meid. Hoe heb je dat toch voor elkaar gekregen? Wat is er toch allemaal gebeurd? Noem weer aan een paar borreltjes op. En hoe heb ik volgens juffrouw Gansweer, Hilde bedoel ik, geweldige kreunt, en, maar dan kunnen we geen verloom nu. Er brandde groot vuur in hem, hè, en die moest ik blussen. Dus toch, en daarom heb je die broek uit. Nou, maar ik neem aan dat je man van haar bent en dat je met je zuster zal trouwen. Alleen onder die voorwaarden zal ik toch geen skandaal van maken. Wat skandaal? Er is toch helemaal niks gebeurd? En waarom het dan troon? En waarom heb je dan die broek uit? Bij mij was het te lang, hè. Omroep, dat hoef ik allemaal niet te weten. Ik begrijp mij verkeerd, bij woorden was het te kort en bij mij was het... Nee, ik zeg het toch, dat wil ik niet weten. En Grietje, schaam je dan helemaal niet, Berry? Ach moe, stel u toch niet zo aan. Ik denk niet dat vader is die lange onderbroek van de bed eruit zet. Daar heb je helemaal niks mee te maken. Maar dames, wil je maar opschieten, want wil je maar ons nog omtrekken voor die vergadering van die parade en ansvrouw. Maar is al bediener er nu nog niet? Die zal toch ook met doen? Ben je toch weg? Ja, een grote mond, maar als er op aankomt, is de scheid in de broek. Nou, maar dan gaan we met ons drie. Nou, kom op dames, dan kunnen we ons hier maar betrekken. Ik red wel in mijn bonuskansen die, hè? Boonstra is de naam. En Enkie Grootjans, ik wil u niet meer in die onderbroek hier in de kamer zien. Ik ga nu naar de keuken. Heb je dat goed begrepen? Nou, vooruit dames. We gaan hier in de buurt en dan gaan we zo door de voordeur weer naar binnen. Ja? Nou, kom op. En hoe wil ik binnenkort zonder onderbroek hier zien? Nee, aan hoe heb ik net een gebrek aan? Oh. Ik ben oorzaak van deze ellende, maar je hebt genoeg een krunt voor vandaag. Ja, we die ook voor dat Marina komt. Voor moet ik nog Marina? Wacht even, hier, in de kassa. Hopelijk, kinderen! Dan ga ik even met een dag, die zit erop maar heen. Weet je wat is? Die ging er gewoon bij je. Een hele hoop kastjes voor staat. Ik zou wel even wat weten, maar help u dan, als ik al hier in deur ben dan. Kiel, wat kijk je dat benauwd? Mijn zoon zit de broek of zo. Man, je wil niet weten wat hier gebeurd is. Kelsey als een vrouw laat zeggen, mijn broek was fut en ik heb met hoe je. Wat stik je door allemaal op uw lichaam en op uw gezicht dan? Ja, spul van Aksen. Hartstikke bij spul volgende de reclame van de televisie. Zeg, weet je soms voor die vrouw nu bent? Ja, die ben naar de vergadering van die plattelandsvrouw, nee. Dat komt hartstikke mooi uit. Alles loopt prima volgens plan. Marina kan niet elk moment mee. Die koe heeft trouwens voor 400 euro aan die oude Iseboer verkocht. Voor wel eens wat weten waar het bleven is trouwens. Geen idee waar, Hilde en ik die waren hier iedere keer in bij. Ja. Trek er toch eens in mijn broek aan. Dan lek je nergens op, man. Nou, doe eens. En denk er maar op, hè. Wij bent dus jury.
Als Marina nou straks komt, laten we u even voor ons dazen. Ik doe even de smogtest. Smoggie links, smoggie rechts. En dan nemen we weer aan. Nou, ik heb voor vandaag heb ik wel weer genoeg gehad. Kijk, en omdat ze de enige kandidaat is, moeten we je wel nemen. Goed idee of niet? Nou, als dat idee net zo goed is als dat idee Marilde, heb ik er weinig vertrouwen in. Mans heet al eens uit de klaar. Alles gaat maar goed, hè? Oh ja, ik heb ook even tegen mijn vrouw gezegd. Ja, Job, ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik bij jou ben, hè? En voor het geval als ze er even naar vraagt. Ja. Nee, dat is. Oh, hallo. Oh, hallo. Nou, die jongen brak er nog net aan, of niet? Zeg, ben je niet aan het werk in die kroeg van uw oom? Nee, ik heb vandaag een vrije dag. Mooi, kom goed uit. Benoem ik u als derde jurylid, hebben we tenminste 3 stemmen voor Marina. Wat is er met Marina? Nou, die komt hier zo in, ze krijgt de rollen van Jantje in het toneelstuk en meer hoef je niet te weten. Zo is het maar net. Hier, ga zitten en doe net als ons, want Marina kan hier elk moment weer. Nou, ga eens hem zien. Zo. Zo. Nou, dat liep me sterk, want Marina die... Wacht eens in. Volgens mij... Huren kun je eraan aankomen. Kom er maar in, mijn koningin van Toewoud. Ah, 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 ah. Ik. Hoe kan dat nou? 3 kandidaten? Je klopt iets niet. Was er maar nog weer. Zeg vrouw, komt jullie alle 3 weer de rol van. Wilt jullie uw sluier in me afdoen? Wij willen toch wel iets meer van jullie zien. Misschien kan ik de broek in dan meneer doen. Ja, ik zou toch wel willen weten wie van die 3 nou Marina is, hè? Ja. Zeg vrouw, lopen ze met die op en neer? Maar die hadden ze zien! Die kon de roulade wel vergeten hebben, ja! Kun je nu kijken, ja? Koek het! Hé, joh, waar is hij? Die door, dat is de kant, hè? Dat is volgens mij Marina. Ik herken u aan uw figuur, vast en zeker. Ja, maar dat, zeker? Dat kan niet, maar Marina, die is zo... Au! Au! Zeg, vrouw, wij wilden eigenlijk ook nog wel even een klein dansje van jullie zien. Als jullie nou eens in Fura gaan staan, Kiels, wij zorgen dan echt voor de sfeer. Dat doen we in mijn kam, dat is la, 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 la. Dat ken ik niet. Dat doen we 2 keer, ik zet in. Namens ben de geloof, ja? 1, 2. La 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 la. Hold maar op! Ik weet dat. Die door met die kozenbaan, dat is Marina. Dat ding heb je vlindwegen zelf cadeau dan. Ja. Hé, muziek! Ja, 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 ja. Wat is er? Wat wil je van mij? Oh jee. Hé, maar daar kom je bekend voor. Maar begon mee naar de scheuren. Begon te doen, hè? Vuurwerk afsteken. Hé, ga weg, ik ben al aan de beurt vandaag. Ga weer.
Wat wil je van mij? Wat wil je? Naar de schuren. En wat wil je doen, hè? Vuur maar een kosting. Oh nee, allebei. Allebei doen, hè. Allebei. Ja, alweer zo'n gelukvogel. Zo. Ja, eventjes geduld, Rubbers. Eventjes geduld. We moeten nog even een beetje sfeer hier scheppen. Ja, maar normaal ben je ook niet zo prus. En we hebben ook schiet, maar mijn vrouw kan elk moment weer terugkomen van de vergadering. Rustig, liefje. Rustig. We doen eerst het licht even uit. Voilà. Zeg, je bent toch een Marina? Ik ben alles wat jij wilt, mijn Tarzan. Maar wacht nog eventjes, er ontbreekt nog iets. Dat ze me jarig serieus neemt. Eigenlijk zou ik iets kunnen doen dat ze een beetje respect voor me krijgt. Een beetje stoer doen of zo. Ik weet, vanaf morgen was ik me niet meer. Ja, en aan mijn kleren zou ik ook wat moeten doen. Maar heb ik nou een 12 lang onderbroeken? Ik wil eigenlijk ook wel eens een keer wat beleem. En dan niet meer met mijn moeder naar de dien doen. Ik weet, morgen in de kroeg bestel ik gewoon een glas bier. Maar dat is misschien ook wel weer te gek voor de eerste keer. Ach, ik bestel er gewoon twee en ik zal ze opzoeken, mok. Hoe moet ik nou ooit een keel van? Ik had de lange onderbroeken van mijn vader. Ze nu me in het café uit het skorp van de Westerhaag. Nee, ik ga mijn leven radicaal veranderen. Ik ga broezen. Ik ga zoeken, ik ga achter de vrouw aan. Ze zult hier nog mal van de bok drum. Bedda, mijn schat. Ik heb de stal al uit de mest. Wil je koffie opberen? Ja, en de vast brood, Jaska. Komt eraan, hoor, mijn toeterbekkie. Ik ben dan met de bakker geweest. Dat blijf je dan toch, Lubbers. Ik heb honger. Ja. Ik kom er aan. Mijn droeving. Oh jee.
ik ben wel de grootste sukkel die als hier bestiet, hè? Ja, oplucht het nog. Ja, natuurlijk, mijn sukkelklontie. Ik ga eerst de was uitzoeken en dan ga ik me met eten bezig. Kerel, wat zit je er nog uit? Dit is allemaal onschuld. Ik heb mezelf nog zo verarmd, hè, dat ik hier geen voeten meer over de drempel zou hebben. Was de mensen nog binnen lekker met die Marina van hoe? Man, praat me er niet van. Het was je net een bos prikkeldraad. Maar dat was Marina niet? Nee, man, het was mijn één vrouw. Hoe dat nou? Dat is je net een handgenaar in de buurt, zeg maar. Nou, niet aan met het helder, ja? Nou, niet alleen die van u, bij mij tikt er ook wel wat. Ik snap het niet wat de fout heeft gegaan. En ik snap ook niet waarom die Marina niet zo komt aan. Nou, dat kan ik u heel snel vertellen. Die vrouw, hè, die wussen van dat hele plannen hier, wussen ze ja vanaf. En toen bent ze nou Marina in de gewone, om te vertellen dat zij die rollen niet kreeg, maar dat hun dochter die rollen van Jantje zou spelen in het toneelstuk. Ja, die Marina die was des duivels, kan ik u beloven. Echt hoor. Maar en die Henkie Glorians, hè? Die was er ook van. Wat? Als dat Brinda keel die mij nog een keer voor de voeten lopen, hè? Nou, dat kan hem wel beleven. Nou ja. En Marina die knooit me niet meer. Want ik mag niet meer in de kroeg komen. En Betta. En Betta die ging de rollen van Jantje spelen. Nou. Nou, alles wat ik voor u gedaan heb, wil ik de rollen van dichter spelen. Ach, wat man, wat heb je toch met alles wat ik voor u gedaan heb? Schijt toch uit. Ja, wat denk ik dat ik vanaf de west heb? Ik denk toch niet dat ik weet met wat voor vrouw niet allemaal de nacht doorbrengt? Met die geweldige danseres van gisteravond. Ja, wie was dat eigenlijk? Hé, ik kreeg het niet uit mijn straat. Nou, wie was die spetter? Hé. Hé. Wie? Hé. Hilde! O jee. Ja, precies. En nou? Ja, en nou? Nou wil ze met mijn troon. Nou, maar dat zal toch niet zo erg zijn? Niet zo erg? Man, ze is nog slimmer dan mijn vrouw. Snurkt ze dan ook zwaar? Nee, ze heeft 3 onderbroeken. En vannacht, hè, in haar slaap, heeft ze mij zo stevig vastgepakt, hè. Het was net een pitbull. Mijn hele rug is er onder de krabben en de blauwe plekken. Ja, wat die eenmaal vast heeft, nou, dat laat hij zo niet meer los, ja. Nee, vertel mij wat. Maar er zijn 2 mogelijkheden. Nou. Of ik ga emigreren, of ik laat mij opereren. Opereren? Ja, ik laat me castreren. Dat wil ze mij vast en zeker niet meer hebben. En dan kan ik mooi die rollen in het toneelstuk spelen. Ja, Job. Het spiet me weg, maar die rol heb ik aan Jobie Steurig in. Ja, hij heeft inmiddels dat kratje bier aan mij terugbetaald wat hij gisteren op die kosten gekocht heeft. Ik ben een mooie keel. Dus voor een kratje bier gaan je beste kameraden bij je in de zeik zetten? Nee, mooie keel bij jou. Hartstikke bedankt. Dan wil ik een andere rol spelen. Lubbert, kom je er zo aan? Hier heb je rug nog in masseren. Kom je er zo aan? Mijn kettingzagen. Het spiet me weg. Ik ga nog hier rollen heen. Alles is bezet. Het maakt mij niet uit wat voor rollen. Ik wil en zal een rollen spelen. Lubbert, schiet er toch een keer niet op. Is goed, hè? Mijn speklabbie. Er speelt ook nog een hond in met. Die rollen kun ik krijgen. Nou, geweldig joh. Mooi, bedankt u hè. En dan mag ik zeker ook nog blaffen met mijn starrenkwispel, nog niet? En niet in de boom afpissen. Dat nu ik zeg nog een kameraad. Nee, dat ben ik wel mee.